geboren in Amsterdam. Waar en waar in Amsterdam? Amsterdam-West, gewoon. Waar ik nu eigenlijk ook nog woon. Ik heb één zusje, die heet Cheyenne, die is 14 jaar. Wanneer ben je begonnen met voetballen? Toen ik 7 jaar was, bij Pancratius. Ja, toen was ik eigenlijk nog speler. Toen, toen zwerfde ik eigenlijk alleen maar voorin. Toen was ik eigenlijk niet zo goed en toen werd ik eigenlijk op doel gezet, noodzakelijk. In de eetjes begon ik keeper eigenlijk leuk te vinden, maar toen wou ik nog niet vaste keeper worden. Wou ik altijd de tweede helft keeper, omdat er aan het einde van de wedstrijd kwamen de penalties. Die wou ik eigenlijk altijd keeper. En de trainer zei, als ik dan de tweede helft keep, dan mag ik die penalties ook keepen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met alleen de tweede helft te keepen in de wedstrijd. En daarna, ja, toen ben ik eigenlijk gebleven, want toen zeiden ze dat ik naar een hoger team mocht. Ja, dat beviel me wel eigenlijk en toen ben ik keeper gebleven. Stopte je toen ook veel met die penalties? Ja, ik stopte wel wat, ja. Vond je toen keeper ook wel echt leuk? Ja, toen wel, ja. Helemaal toen ik hoorde dat ik bij Ajax mocht keepen, toen was ik helemaal verkocht eigenlijk. Toen wou ik niet meer van die goal af. Wilde je graag naar Ajax of niet? Ja, dat is voor ieder kind is dat denk ik een droom. Voor mij was dat ook een droom en die was toen uitgekomen eigenlijk. Ik was heel blij. Ja. Ik heb vorig jaar heb ik de voorbereiding meegemaakt met onder Marco van Basten. Toen deed ik mee en de afgelopen voorbereiding, maar toen raakte ik helaas geblesseerd aan mijn vinger en ben ik eigenlijk niet meer in aanmerking gekomen. Spelen jullie vaak ook met Jeroen Verhoeven en Kenneth Vermeer, die hier de wedstrijden hier bij Jong Ajax. Kun jij je dan ook een beetje spiegelen aan hun? Ja, het zijn natuurlijk twee goede keepers. Ik kan veel van leren. Ze hebben natuurlijk heel veel ervaring. Ze hebben al veel gekiept in het eerste en Verhoeven bij Volendam. Dus daar kan je wel veel van leren. De rust die zij uitstralen, de coaching die zij geven. En het is wel goed om ook met hun te kunnen trainen. En daar kan je veel van leren en daar kan je zelf ook beter van worden natuurlijk. En als je dan met hun traint, denk je dan van nou, zo heel veel verschil zit er niet meer tussen ons? Of juist wel? Ja, natuurlijk kijk je wel altijd naar vooruit. Je wilt altijd kijken van waarom zit ik daar niet? En ja, dan ga je wel vergelijken. En ik vind het verschil niet heel groot eigenlijk. Ik vind dat ik het aan kan eigenlijk. Je moet er misschien nog wel wat meer ervaring op doen. Ja, en precies. Zo. Daarom, dat is voor keepers belangrijk, toch? Precies, daarom ben ik eigenlijk naar Haarlem toe gegaan om ervaring op te doen. Ja, dus een speler natuurlijk onderaan, krijg je veel te doen, moet je veel dingen doen, veel coachen. Dus dat was een goede stap voor mij geweest eigenlijk, om een halfjaartje naar Haarlem te gaan, om het te laten zien eigenlijk. Maar helaas was dat ook niet doorgegaan en waren zij failliet gegaan, helaas. Als we elkaar over een jaar weer spreken, waar sta je dan? Hopelijk in de A-selectie. Of bij een andere mooie club in het eerste. Ja, dat is een optie voor jou? Dat is mijn doel.